We zijn vandaag op het landgoed Ennemaborg in Midwolda, gemeente Oldambt, Oost-Groningen. Op het landgoed Ennemaborg is behalve het grote natuurbos aan de achterkant natuurlijk vooral heel prominent aanwezig Ennemaborg zelf, hè, waar al bewoning is vanaf de 13e, 14e eeuw. En de laatste grote verbouwing van die borg, die heeft geleid tot hoe die er nu zo'n beetje uitziet, die stamt uit de 18e eeuw. Ander onderdeel van het landgoed is het koetshuis Ennemaborg. Net als de borg ook, vanaf 1965 in het bezit van het Groninger landschap. Vroeger bedoeld om de koetsen horend bij de borg en het landgoed in op te slaan. En tegenwoordig vooral bekend als gezellige horecagelegenheid. We gaan de komende tijd flink aan de slag met het koetshuis. We gaan met de duurzaamheid aan de gang. Het dak wordt geïsoleerd. Het is er nu 's winters erg koud. Verder plaatsen we aan de achterkant zonnepanelen die uit het zicht zullen blijven. En er komt een warmtepomp voor gedeeltelijke verwarming van het pand. Wat we in ieder geval willen behouden is de kenmerkende gezelligheid van de horecagelegenheid. Het koetshuis is vooral bekend als horecagelegenheid. Met de donkere, gezellige sfeer, de grote vuurplaats, waar je na een excursie of een wandeling in het bos bij kan komen, op kan warmen met een glas chocolademelk. Dat wordt trouwens allemaal gedaan door het vrijwilligersteam van de Ennemaborg. Die goede elementen van het koetshuis, die gaan we behouden. Die willen we niet kwijt. Maar wat we wel gaan doen, is er wat aan toevoegen. We willen graag dat het koetshuis ook een functie krijgt als volwaardig bezoekerscentrum. En wat we daarom gaan doen is het meubilair vervangen. Er komen nieuwe, stoere houten tafels met onder een glazen plaat informatie over de voorkomende dieren en plantensoorten op het landgoed. Er komt een grote plattegrond aan de muur aan de achterkant waarop je precies kan zien wat waar overal te zien is. En er komt een laboratoriumruimte voor kinderen waarin ze onder de microscoop de gevonden planten en diertjes kunnen bekijken. De sfeer blijft zoals die nu is, warm en gezellig.